Nou, de voordelen van zo'n zorgportaal is dat ik het idee daarbij heb dat de patiënt de keuze heeft om zichzelf voor te bereiden. Nou, er zijn zeker vele voordelen voor ons als artsen. Wij weten dat de communicatie met de patiënt hierdoor verbeterd kan worden, doordat de patiënt altijd op de hoogte is van de gang van zaken, van dingen die afgesproken zijn, die hij kan nalezen. Het overzichtelijkste is denk ik onze brieven die we naar de huisarts sturen. Die zijn overzichtelijk. Daar staat in van nou, wat is er verteld, wat hebben we gezien en wat gaan we nu doen. Hè? Want we willen de huisarts ook goed op de hoogte houden. Hè? Want tot nu toe is dat de spin in het web. Waarschijnlijk gaat het een beetje verschuiven naar de patiënt toe nu dan. Hè? Want die heeft dan zijn eigen regie van kijk, want dit zijn mijn gegevens en dat hebben we toen toch afgesproken. Als ik dat kan zien, wat de dokter of kan lezen, dan dringt het beter door. En dan kun je thuis nog een keer nalezen. Bijvoorbeeld heeft de arts eigenlijk daadwerkelijk opgeschreven. Dat krijg je in het ziekenhuis vaak niet mee. Nou ja, ik ga wel iedere keer naar mijn huisdokter. Dus ik denk dat het beste is dat die wel even zegt wat je moet doen. Niet zo goed of zo best. Ik heb geen internet. Dus ik kan er helemaal niks mee doen. Alles gaat sneller via het digitale tijdperk. Dus voor mij is het alleen maar voordelig. Vaak kom je thuis en dan zegt de vrouw of hoe dan ook, wat heeft de dokter gezegd? Ja, wat heeft de dokter gezegd? Moet ik even nadenken. Wat zijn de prognoses? Ja, wat zijn de prognoses? Kijk, als je dat dan digitaal gemaakt hebt in het patiëntendossier, ja, dan kun je daar wat makkelijker thuis over praten. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is. Als een patiënt meteen al zijn gegevens zou kunnen zien, dan ziet hij misschien voordat het gesprek met de arts heeft plaatsgevonden cruciale gegevens over een kankerdiagnose, over andere medisch inhoudelijke dingen, wat we zo niet moeten willen. Als je dat allemaal in een kwartier tijd op de poli moet doen en een uitslag vertellen en dat moet binnenkomen en die mevrouw moet met vragen komen, ja, die vragen komen natuurlijk pas halverwege de gang. Dus en dat kan zich nu al van tevoren afspelen van, oh ja, er is een uitslag. Wij moeten dan wel zorgen dat er iets van een uitleg bij zit. Of dat er een mogelijkheid is dat mensen contact met je op kunnen nemen. Hè, dat, voor dat eerste moment. Maar dan vervolgens kan het bezinken en kom je eigenlijk veel beter, beter beslagen ten ijs, om het zo te zeggen. En kun je als patiënt, haal je veel meer uit die tijd met die dokter. Ik zie ook wel nadelen. Ik denk als daar bepaalde passages in staan, ja, die niet per definitie in het belang zijn van de patiënt, met betrekking tot de prognose, et cetera, dan zou je je mogelijk onnodig zorgen gaan maken. Als ik binnen de urologie een voorbeeld noem, dan is dat het van iedereen bekende stukje dat prostaatkanker soms een heel langzaam groeiende kanker kan zijn. En dat we aan de patiënt moeten uitleggen dat we geen actieve behandeling moeten toepassen, omdat de patiënt geen levensbeperking daardoor heeft. Hij gaat ooit met deze prostaatkanker dood, maar nooit aan deze kanker. En toch leest hij dan zijn kankerdiagnose. Dit is iets wat we zo niet moeten willen. Je hebt als patiënt de keuze om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Er is natuurlijk een heleboel discussie, hè, want wij willen ook heel graag onze mensen beschermen. Hè, dus dan komt weer dat hele zorgen, hè, zoals je opgeleid bent, komt naar voren. Alleen wat ik dan terug hoor van mensen is van ja, maar als ik het nou al had geweten, dan had ik tenminste naar u kunnen luisteren of dan had ik er al over kunnen nadenken. Van hè, dit lijkt een niet goede uitslag en ja, tuurlijk ben je dan ongerust. Dit tool heeft natuurlijk wel de mogelijkheid voor aanvullende functionaliteiten. En daar denk ik met name aan het voorbereiden van een eerste poliebezoek, aan scorelijsten en andere dingen. En voor de rest laboratoriumuitslagen. Hè, ik kan me voorstellen dat mensen, chronisch zieke mensen, dus met diabetes, reuma, nou ja, noem ze maar op. Die weten heel goed wat hun uitslagen betekenen. Ik zou toch nog wel een gesprek met de dokter willen hebben, want ja, uit e-mailverkeer kan je misschien niet de toon halen en is misschien alles wat onpersoonlijker. En ja, ik zou me toch wel geruststellender voelen als ik gesprek had met de dokter. Het is wel goed, maar ik denk niet dat je het daarbij kan laten. Ik vind het ook zelf prettig om mezelf in te lezen, inderdaad. Ja, het spaart je heel veel tijd. Ik bedoel, wat je moet horen, hoor je toch?
Vanaf december gaat het systeem in werking. Goed, dat is best wel snel als je bedenkt hoeveel werk we er eigenlijk nog aan hebben. Want we moeten nog met z'n allen überhaupt ons bewust zijn van, oh wacht even, dit gaat dus komen. Bedenken hoe wij dan het beste hier gebruik van kunnen maken.